De politie heeft na intensief rechercheonderzoek twee verdachten aangehouden in Amsterdam-Oost. Zij worden verdacht van een woninginbraak in de PC Hoofdstraat op zaterdag 7 juli jongsleden. Een van de verdachten probeerde zich aan de aanhouding te onttrekken door van het balkon te springen. Agenten op straat konden hem aanhouden. De drie verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Eerder hield de Belgische politie op het vliegveld in Zaventem al een verdachte aan. Die zit nog steeds vast.